Ruzie om jeugdzorg Almere opgelost. Zorgwekkend weinig AED's in Flevoland. En Zeewolde Liberaal wil supermarkt eerder open. Goedenavond. De kou is uit de lucht in politiek Almere. Althans, wat de collegepartijen betreft. Zij voerden gisteren een gesprek om de ruzie die donderdag was ontstaan uit te praten. Donderdagavond ontstond er in Almere een politieke crisis toen zowel oppositie als coalitie forse kritiek uiten op D66-wethouder René Peters. Peters had de raad niet goed en niet tijdig geïnformeerd over de financiële problemen in de jeugdzorg. In verband met die problemen wilde Peters een deel van de jeugdzorg tijdelijk stopzetten. Voor de raad was dit onverteerbaar. De wethouder kreeg de opdracht om de stop op de jeugdzorg onmiddellijk op te heffen. Nou, voor de gemeenteraad in Almere is het dus overduidelijk. De stop op een deel van de jeugdzorg moet per direct worden ingetrokken. Maar gebeurt dat in de praktijk ook? Dat is niet duidelijk. Zorgverleners weten niet waar ze nu aan toe zijn. We weten het niet. Op dit moment weten we het nog niet. En dat die frustratie bij ons, bij de verwijzers, met name de huisartsen, bij de ouders en bij de kinderen die een probleem hebben, die is heel erg groot. Dus ik hoop dat er heel snel duidelijkheid over komt. Toch heeft de ophef over de jeugdzorg in Almere ook een positieve kant. Want het heeft ervoor gezorgd dat ook in andere gemeenten een discussie over het onderwerp op gang komt. Ergens zijn we ontzettend dankbaar dat Almere in haar reusachtige naïviteit deze boodschap op deze manier heeft uitgedragen. Want wat Almere wilde doen, namelijk geen zorg meer leveren tot het eind van het jaar, doen heel veel andere gemeenten ook. Een voorbeeld is Amsterdam, waar we vanaf juni al te horen krijgen, we gaan er naar kijken. Maar het college van Almere heeft niet zoveel tijd om ernaar te kijken. Omdat de raad de druk dus opvoert en onmiddellijke actie heeft geëist. Morgen komt BMW daarom met een besluit over hoe hier nu mee om te gaan. Er zijn te weinig AED's in Flevoland en dat is zorgwekkend. Dat vindt het Rode Kruis. Er hangen in de provincie ruim 400 van deze levensreddende apparaten. Maar daarvan zijn de meeste alleen tijdens kantooruren beschikbaar. Een AED of defibrillator kan het hartritme herstellen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Binnen 6 minuten optreden vergroot de overlevingskans van het slachtoffer. Flevoland telt 441 geregistreerde apparaten. En daarvan is maar 1/3 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Dat is te weinig voor een provincie met zo'n grote oppervlakte. Daar is op zich wel een verklaring voor, hè? Want heel vaak zie je dat het aantal AED's toch samenhangt met het aantal mensen wat er woont. Als er meer mensen werken, meer mensen wonen, dan zijn er ook vaak meer AED's. Maar het belangrijke bij een AED is dat die snel voorhanden is. En dat betekent dat je in een hele grote provincie, wat Flevoland is qua oppervlakte natuurlijk wel een hele grote provincie, dat je toch moet zorgen dat er voldoende AED's bij je in de buurt zijn. Maar of het er ook te weinig zijn, is gissen. Want er zijn veel meer apparaten in omloop, maar die zijn niet geregistreerd. Het Rode Kruis roept iedereen met een defibrillator dan ook op om dat wel te doen. Daarnaast moeten kantoren het apparaat niet binnen, maar buiten hangen. Maar dat is toch gewoon vragen om het slopen van die AED's? Mensen maken zich zorgen over diefstal of vandalisme. Daar kennen we de cijfers niet precies van, maar ik heb even teruggekeken naar het afgelopen jaar. En daarvan hebben we ongeveer 3 keer een melding gezien dat er iets met een AED gebeurd was in Nederland. En dat is op 100.000 AED's natuurlijk heel erg weinig. Of er door te weinig van dit soort levensreddende apparaten ook meer doden in Flevoland vallen, kan het Rode Kruis niet aangeven. De rechtbank in Lelystad kan definitief open blijven nu het kabinet 35 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt voor de rechtspraak in het land. Met dat geld, dat in de miljoenennota is opgenomen, zegt de Raad voor de Rechtspraak de vestiging Lelystad en andere rechtbanken open te kunnen houden. De toekomst van Lelystad en 6 andere rechtbanken is lange tijd onzeker geweest omdat er minder geld beschikbaar was voor de rechtspraak. Begin dit jaar liet minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie al weten dat Lelystad voorlopig open kon blijven. Met het extra geld dat het kabinet nu beschikbaar heeft gesteld, kan dat ook echt gebeuren. In Almere wonen naar verhouding de meeste scheefwoners van Nederland. Zo'n 30% van de Almeerse huurders heeft een inkomen dat eigenlijk te laag is voor de huur die ze moeten betalen. Dat blijkt uit de lokale monitor Wonen die vandaag is uitgekomen. In Flevoland wonen na Almere de meeste dure scheefwoners in Lelystad, gevolgd door Zeewolde en Dronten.
Met 6,5% heeft Noordoostpolder de minste scheefwoners. Van Urk is geen cijfer bekend. De enige supermarkt in Zeewolde die op zondag open mag, de Boni, moet ruimere openingstijden krijgen. Daarvoor pleit de politieke partij Zeewolde Liberaal. De drukte in de supermarkt moet zo beter verdeeld worden over de dag. Nu gaat de winkel om 4 uur 's middags open en 3 uur later alweer dicht. Maar soms staan om 4 uur al de mensen in de rij om naar binnen te mogen. En als het echt druk is, dan staan ze tot achter in de winkel voor de kassa. Nou, daar kun je niet meer echt fatsoenlijk boodschappen doen. Boodschappen doen op zondag is dus populair. Ik vind het heel erg fijn, want de vergeten boodschappen en ik werk heel veel door de week. En dan is het toch wel even fijn dat ik toch de laatste boodschappen in huis kan halen. Plus ik weet ook vaak niet wat ik wil eten, dus dat doe ik op het laatste moment. En dan ga ik kijken van waar heb ik zin in. Ja, je hebt altijd wel eens wat dat je even wat vergeten bent of je krijgt onverwachts visite in huis. En dan kun je nog net eventjes iets extra's halen. En dan is deze supermarkt open tussen 4 en 7. Ja, dat is iets te kort eigenlijk. Ja, als je 's morgens om 11 uur gasten krijgt, dan zou het fijn wezen als je voor die gasten ook wat extra's kunt halen. En dat is helaas niet zo. Nou, het is heel simpel. Open de supermarkt vanaf 10 uur. En dan hebben we het puur over deze ene supermarkt. Meer vragen we niet, omdat dat politiek op dit moment niet haalbaar is. Met politiek niet haalbaar wordt gedoeld op de aanwezigheid van het CDA en ChristenUnie in het college van burgemeester en wethouders. Twee partijen die traditioneel tegen zondagsopening zijn. De hoop van Zeewolde Liberaal is dat de partijen wel wat voelen voor het iets verruimen van de openingstijden. Op 3 november dan spreekt de gemeenteraad over het idee. Rijkswaterstaat kapt de komende maanden bomen langs de A6. De kap is nodig om de grond naast de snelweg bouwrijp te maken voor de verbreding van de A6. De bomen vallen bij bosjes langs de A6. Rijkswaterstaat kapt alle bomen en struiken tussen de Havendreef en Almere Buiten-Oost. Het is ongeveer 50 hectare, verspreid over die 13 kilometer weg. De bomen staan in 20 jaar, maar ze liggen in 20 seconden. Rijkswaterstaat wil volgend jaar kunnen starten met de verbreding. Nou, de A6 heeft nu 2x2 rijstroken en in de toekomst worden dat 4x2 rijstroken. Het kappen duurt tot medio maart. Dan valt de kap buiten het broedseizoen. Het verkeer zal weinig merken van de kap. Slechts in enkele gevallen zal er een mobiele afzetting komen. Alleen als de bomen erg dicht bij de weg staan, dan zal dat nodig zijn vanwege de veiligheid. Maar dat is een uitzondering. Er wordt gekapt op werkdagen tussen 7 en 5. Om de bomenkap te compenseren herplant de provincie 50 hectare nieuwe bomen in de Eemvallei tussen Almere Buiten-Oost en Zeewolde. Het Flevolandschap viert haar 30-jarig bestaan. Deze week kijken we in 3 delen naar verleden, heden en toekomst van het Flevolandschap. Vandaag gaan we naar het eerste gebied, Observatorium Robert Morris bij Lelystad. Observatorium Robert Morris, Volgend jaar 40 jaar, hè? Ja. En jullie allereerste gebied? Het eerste gebied wat we in beheer hebben gekregen in 1988, nadat we zelf als Flevolandschap in 1986 zijn opgericht. En ja, in het begin wilden we natuurlijk groeien, dus je moet dan objecten kunnen krijgen. We hebben toen Robert Morris landschapskunstwerk als een van de eerste gekregen. En jullie hebben zo'n 30 objecten, dacht ik, zo'n 50 gebieden. Ja. Wat is nou eigenlijk het doel van jullie organisatie? Van waarom bestaan jullie eigenlijk? Het begint bij natuur en landschap, behoud en ontwikkeling. Vooral ook ontwikkeling nog hier in deze provincie. Maar daarnaast stond daar ook al in voor een schone bodem, water en lucht. En tot slot een hele mooie zin voor het welzijn van mensen. En in de huidige tijd vertalen we dat in kom naar onze gebieden toe, kom die natuur beleven. Natuurpark Lelystad is een van de gebieden van Flevolandschap. Maar het is een vreemde eend in de bijt, hè? Want het is het enige terrein waar jullie dieren houden eigenlijk. Hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk is het dus vanuit de Rijksdienst is het ontstaan. En dat, de directie die is een leuk uitje gehad naar Duitsland. En daar hadden ze gezien van nou, een mooie hertenkamp idee. En, het is eigenlijk geen dierentuin, want jullie willen wel de dieren in de natuurlijke omgeving houden. Hè? Ja, dat is absoluut heel belangrijk voor ons. Want het zijn grote gebieden waar ze lopen. En het natuurlijke gedrag is gewoon goed te zien. Het is wel een grote kostenpost, maar het is uiteindelijk toch weer voor een hoop mensen een hoop vertier, denk ik. Hoe kun je nou als Flevolander zien dat jullie er zijn? Hebben jullie een bepaald stempel gedrukt op het landschap?
Ja, je kunt allereerst zien, we komen in 12.500 huishoudens, we hebben 12.500 begunstigers en die komen in onze gebieden. En die kunnen vooral de variatie ook zien van onze gebieden. Het is niet eenvormig, we hebben landschapsobjecten, we hebben het werelderfgoed UNESCO, Schokland beheren we. Maar ook een stadsbos als de Pampus Hout bij Almere en kleine pareltjes, mijn persoonlijke favoriet, de Kamperhoek bijvoorbeeld. Blijft mooi, hè? Hier. Blijft mooi, ja. Ja, alleen dan een vliegtuig eroverheen. Toch wel jammer natuurlijk. En dat was het nieuws. De criminaliteit is flink afgenomen. Daar gaat het straks over in Straatpraat. En later vanavond hebben we RegioNet, Binnen de Dijken en het weer met Robert de Vries. Een fijne avond en heel graag tot morgen.